Op slechts een half uurtje rijden vanaf de Nederlandse grens ligt het Belgische domein van de Karperhoeve. Begin april reisde ik samen met Lars af naar het 6 hectare grote Timmies Lake voor een sessie van 2 nachten. Met een goede voorbereiding en flink wat motivatie reden we door de hekken van het domein. Na een korte introductie met Timmies en collega Alex zetten we onze spullen op stek 6. Eén van in totaal 8 stekken op het water. De stekkers zien er goed verzorgd uit en alle zijn ze voorzien van een laag grind, waardoor je geen last hebt van modder. Tevens vind je op elke stek een onthaakmat, een schepnet en de nodige beegaccessoires die je van de Karperhoeve ter beschikking krijgt. Ook is het ideaal dat je met je auto op de stek kan komen. Rondom het meer ligt een pad waardoor je op iedere gewenste stek je spullen kunt neerzetten. Een warm voorjaarszonnetje zorgde voor een flinke boost in ons vertrouwen. We begonnen met het zoeken naar spots tussen het wier en na flink wat zoekwerk vonden we een aantal mooie plekjes. Over enkele weken zal het echter een stuk makkelijker gaan, want door de recente wierbehandeling is het een kwestie van tijd voordat het wier compleet verdwenen is. Binnen no time deden de donkere uurtjes hun intrede en vol vertrouwen kropen we onze slaapzakken in. De volgende ochtend werden we echter wakker van de eerste zonnestralen en helaas niet van een vis. Het water zag er dood uit. Geen activiteit en laat staan vangsten bij andere karpervissers. Het water bevat echter een bijzonder bestand aan karpers. Timmy wist ons te vertellen dat er ongeveer 300 karpers zwemmen, waarvan 180 stuks van meer dan 20 jaar oud. Ook de schoonheid van de vissen valt op. Prachtig beschubde spiegels worden afgewisseld met puntgave schubkarpers. Ook de goede faciliteiten zijn een van de dingen die het vissen op de Karperhoeve interessant maken. Vooraan vind je namelijk een taverne waar je iets kunt eten en drinken, maar ook vind je hier douches, toiletten, oplaadpunten voor je mobiele apparaten en een kleine tackleshop. Ideaal! Tevens helpen beheerders Timmy en Alex je waar nodig met de laatste meter, want die is volgens zeggen van groot belang op de Karperhoeve. Ons werd bijvoorbeeld de chotter aanbevolen, maar achteraf bleek ook dat maden in combinatie met plastic haakaasjes erg goed werkten. Zo, genoeg over het meer. De tweede nacht ging inmiddels in en de hengels werden met behulp van de voerboot weer spot-on neergelegd op de door ons uitgekozen hotspots. Tot onze verbazing werden we de volgende ochtend echter wakker zonder een vangst. Naarmate de ochtend vorderde en de wind draaide, trok de vis steeds meer naar onze zone toe. Enkele uren later was het dan toch nog raak en wist ik een puntgave schubkarper van ruim 28 pond te vangen. Niet veel later liep een hengel in dezelfde zone opnieuw af. Ditmaal was het de beurt aan Lars en na een krachtige drill lag er opnieuw een gave vis in het net. Ditmaal een korte, maar breed gebouwde spiegelkarper.